Hoe ga je om met jouw situatie? Want vorig jaar je plek natuurlijk kwijtgeraakt. Nu ook vanaf het begin Eduardo die de voorkeur krijgt in het doel. Ja, nou ja, kijk, dat is gewoon de situatie. En voor mij is het gewoon, gewoon hard werken. En ja, wat ik zeg, klaarstaan voor het team. En kijk, voor me natuurlijk, de situatie is niet de meest prettig. Maar kijk, je moet ook wel reëel zijn. En kijk, de situatie is nu zo. En ik werk gewoon hard. En ik probeer mijn beste beentje voor te zetten voor het team. En ik zal daar nooit negatief over zijn. Het is gewoon zoals het is. Ja, je zegt je moet ook reëel zijn. Bedoel je daar ook mee dat je het wel logisch vond dat een nieuwe keeper die dan komt van Chelsea, ervaren ook, maar goed, dat ben jij ook, dat hij dan de voorkeur kreeg? Nee, natuurlijk heeft hij altijd twee kanten, maar kijk, een club als Vitesse wil ik graag zo hoog mogelijk eindigen en zo goed mogelijk selectie hebben. Dus ja, natuurlijk, dan weet je dat concurrentie komt of is, helemaal als je een wisselvallig seizoen hebt gehad. Dan hoort dat erbij en dan is het gewoon mijn taak om het terug te knokken of in ieder geval de scherpte te houden bij de keepers. En dat is iets wat ik nu doe en mij voor inzet. Hoe strijdbaar ben je nog? Ik natuurlijk ben heel strijdbaar. In ieder geval, ik werk hard, maar ja, je moet ook wel weten, kijk, een trainer gaat niet zomaar even wisselen. Dat is logisch. Dus je moet gewoon je werk blijven doen en wachten op het moment. En, sowieso, ik heb hierna nog 1 jaar en dus, ja, dan kan er ook even alles gebeuren. Dus van is het gewoon hard werken en positief blijven.